Dus ik zit nu in training room om een woordje uitleg te geven over dekking achter struiken en bomen. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Er zijn verschillende manieren te doen. Ik krijg hulp van onze Helios, bedankt daarvoor. Dus waar moet je op letten als je achter een struik gaat staan? En ik zeg duidelijk achter een struik, want in een struik, zoals dit, is geen dekking. Zo kan je nog altijd gespot worden. Hoe kan je dat het beste zelf checken of dat je goed staat of niet goed staat? Rechtermuisknop ingedrukt houden, wegdraaien. En dan moet je eigenlijk een volledig wit silhouet zien rond je tank. Hier is dat nu niet het geval, dus ik sta niet in perfecte dekking. Dan moet je achter je treden. En van het moment dat volledig je tank een silhouet is, zoals dit, dan sta je in perfecte dekking. Zo. Dus zoals dat ik nu sta, gelijk dat target locked. We hebben hier een volledig perfect wit silhouet rond de tank. En Helios die kan mij niet spotten. En we staan op 119 meter van het. Target disengaged. Als ik nu ga vuren, zou het kunnen zijn dat ik wel gespot word. Dus ik ga eens vuren. Penetration. En ik ben gespot. Zie. Dus om in dekking te staan is een volledig wit silhouet voldoende. Maar als je wil vuren vanuit of van achter een struik, dan zou je eigenlijk een 15 meter achter een struik moeten staan. Enemy gun damaged. En nu word ik niet gespot. De heel eenvoudige uitleg daarvoor is, als je achter een struik staat en de struik is niet doorzichtig. Dus dit is niet goed. Gaat achteruit tot de struik niet meer doorzichtig is. Dan kan je niet gespot worden. Want de vijand ziet het vuur niet dat uit uw loop komt. Verschil tussen één struik of meerdere struiken. Target lost. Daar ver staat er ook nog een struik. Dus eigenlijk sta ik nu in dekking achter verschillende struiken. Als ik achter één struik kom, dan ook. Nu ben ik gespot. Driver killed. Als ik achteruit, maar even zwak tot als mijn spot is. Normaal gezien ben ik nu niet gespot. Dus achteruit, een 15 meter achter de struik, vuren. Penetration. En je wordt niet gespot. Pak in de struik, stel daarentegen. En ik ga vuren. Penetration. Voilà. Bij een boom is dat iets of wat anders. Kan een boom omver rijden en er gaan achter staan, maar die is wel nog doorzichtig. Maar toch kan het zijn dat je perfecte dekking hebt. Dit terwijl dat een boom wel doorzichtig is, maar die boom, target locked. Net heb ik gesproken over 15 meter achter de struik staan, die boom zelf, target disengaged. En nu is heel doorzichtig de boom, die heb ik wel gespot.
dus belangrijk gebruik maken van struiken en bomen. Zorg dat er een volledig wit silhouet onder het dak te zien is. Zoals hier, dat is perfect. Langs de voorkant ook, langs de zijkant hier uiteraard. En als je wil vuren, zorg ervoor dat de struik niet doorzichtig is. En dan blijf je ook hem perfect bekken. Dit was het voor de lesdekking achter struiken en bomen. Critical hit.